Hoi, like deze video met je rechterhand als je het leuk vindt om te tekenen. Of hebben ze zoiets van, tekenen, dat is helemaal niet mijn ding. Like het dan met je linkerhand. Vandaag is het tijd voor een geweldig leuk spel genaamd Speedraw. Je kan dit vinden op Roblox en het doel is om de allerbeste tekenaar te zijn. Verschillende mensen moeten allemaal dezelfde tekening maken. En vervolgens moeten we kijken wie het allerbeste heeft getekend. Het lijkt me geweldig, ik vind het in ieder geval leuk om te tekenen. Maar ik vind het ook wel een beetje lastig met de muis op de laptop. Maar laten we het proberen. Dit is dus het spel genaamd Speedraw, dat zie ik daar ook heel erg groot staan. En er zijn allerlei verschillende rondes. Op dit moment is er een ronde gaande, dus ik moet nog eventjes wachten. Maar ik kan wel even de lobby bekijken. Oh, er is een gigantisch keyboard. Wat leuk! We hebben niet zo heel erg lang meer voordat de eerste ronde start. Ik kan niet wachten. De ronde is begonnen en het thema is muziek. Hoe moet ik muziek maken? Ah, het makkelijkste is eigenlijk gewoon een muzieknootje. Maar ik vind het wel leuk... Huh? Wat gebeurt er? Waarom neem ik het hele level mee? Hoe moet ik tekenen, jongens? Oké, laat ik misschien eerst eventjes hier opdrukken. Oh ja. En dan een muzieknootje. Laten we zeggen, een leuke gitaar erbij. Ik moet er wel bij zeggen dat een gitaar tekenen echt heel erg lastig is. Dan hebben we ook gitaarsnaren nodig. Nog een muzieknootje. Dat vind ik wel goed. Oh ja, een keyboard. Dan heeft een keyboard natuurlijk ook een toetsen nodig. Toets. Toets, toets. Een paar zwarte toetsen. Die horen er ook bij natuurlijk. Het enige is dat die gitaar misschien even een beetje ingekleurd moet worden. Dat ziet er wat gezelliger uit. Ik doe mijn best. Hier zo ongeveer. Het idee is er. De tekeningen zijn af. Ik ben niet de enige die heeft getekend. Maar iedereen heeft tekeningen gemaakt. En hier is de allereerste. We moeten stemmen. Tussen de 1 of 5 sterren. Oh, een drumset. Ik vind het 3 sterren. Het is wel mooi geschetst. Maar het had iets beter en duidelijker kunnen zijn. Wat is dat? Het ziet eruit als een schoen. Ja, dat krijgt wel geteld 1 hele ster van mij. Ik vind het eigenlijk te veel. Oh my goodness. Het lijkt echt heel erg op die gitaar van mij. Alleen deze heeft allemaal schaduwen en highlights. Weet je, ik vind dat dik 5 sterren waard. En een keyboard. Wow. Ik vind hem wel mooi getekend. Maar het had ook wel ietsje beter gekund. Wanneer komt de mijne? Ik word er een beetje zenuwachtig van. Wat origineel. Dit is volgens mij een jukebox radio. Maar dan ook met een poppetje die zielig kijkt. 3 sterren. En daar is mijn tekening. Vergeleken met al die andere tekeningen vind ik die van mij zeker niet de beste. De winnaars zijn... De gitaar is nummer 1. En dat vind ik echt dik verdiend. Maar ik heb nummer 3. Yes! Ik vond het oprecht wel echt een heel erg lastig thema om mee te beginnen. Maar weet je, dit was pas de eerste ronde. Ik ben heel erg benieuwd of het me gaat lukken om nummer 1 te worden. Tijd voor een nieuwe ronde. Het thema is Halloween. Allereerst moet ik de achtergrond eventjes zwart maken. Misschien als ik een heel groot doodshoofd maak. Lekker eng. Ja, dat ga ik doen. Is dit... een goed idee. Niet helemaal. Want ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe je een doodshoofd moet maken. Tanden. Ja, leuk. Het begint al steeds weer als een doodshoofd uit te zien. Een gigantische oogkas. Oh, ho, ho. Hij heeft ook ruimte nodig voor zijn neus. Volgens mij is dat meer een triangel. Oké. Okay. En misschien is het een idee om dan een beetje een schaduw te creëren. Ik haal het hier een beetje weg. Maar dit begint er... niet zo heel erg goed uitzien. Anyway, beetje schaduw langs de tanden. Klein beetje zo langs de oogkassen. I like it. Misschien ook nog een oranje sterretje. Waarom niet? Hupsakee. En dan gaan we nu kijken naar de tekeningen. Oh, nee. Dat ziet er wel uit als een eng monster. Ik zou er niet meteen Halloween uithalen. Beetje 3 sterren. Ik ga een iets minder strenge judge worden vandaag. Oké, dat krijgt 1 ster van mij. Dit is best wel goed. Die krijgt 5 sterren. Ik vind dat dat best wel Halloween representeert. Oh, dat ziet er echt heel erg lief en schattig uit. Maar om nou te zeggen dat het Halloween is, goed getekend. Dus weet je, 4 sterren. Deze is zo enorm goed. Die krijgt absoluut 5 sterren van mij. Een silhouet van een heks in het maanlicht. Dat is geniaal. En hier is een mijn tekening. Met dat hele kleine oranje sterretje. Misschien had ik dat niet moeten doen. We gaan het zien. Ta-ta-ta-ta. Oh, jongens. Oh, ik heb zo mijn best gedaan. En ik ben nu nummer 1 geworden. Woo. Hele snelle regroup. Je hebt het gedaan. Dus dat betekent dat je het nog een keertje kan doen. Goed tekenen. Focus. Let's go. Nieuw level. Carrot. We gaan voor een hele prachtig mooie wortel. Die in de grond zit. Ik ga dit zo ontzettend goed doen. Jullie gaan dit zien. Oké, die ga ik helemaal inkleuren. Dan is het tijd voor mijn mooie oranje
Een wortel. Misschien maak ik er wel 2. Die mag ik lekker inkleuren. En dan is er hier ook nog eentje. Die zit wat schever. En dan misschien nog een kleintje. Zo, in het midden. Hoe meer ik teken, hoe moeilijker het is. Omdat ik het natuurlijk allemaal ook nog eventjes moet omlijnen. En dan hebben wortels natuurlijk ook streepjes. Maar die gaan niet per se helemaal naar het uiteinde. Aan een wortel zit ook groen. Je ziet hier de groene plantjes omhoog komen. Ik vind dat ik het wel erg leuk teken, al zeg ik het zelf. Ik weet niet wat ik hier nog meer aan toe kan voegen. De grond kan wel een mooie schaduw gebruiken. Een paar kleine worteltjes aan de wortel. Extra mooie details zijn het. Wat highlights op de wortels. Ik denk dat dat ook wel iets goeds kan toevoegen. Ik denk dat we klaar zijn. Yes! Oh my goodness. Dan heb ik zo mijn best gedaan op de tekening. En er komt iemand met deze geniale konijn in een wortel. Dit zijn 3 worteltjes. Klein beetje lijkt hij op mijn tekening. We gaan door. Oh, daar is mijn tekening. Daar kan ik natuurlijk niet op stemmen. Maar nu dat ik het zo zie, nog best wel redelijk. Dat is een goede wortel. Alhoewel, het lijkt eigenlijk meer op een pastinaak. Maar ik vind wel dat ze het super goed heeft getekend. Dus die krijgt 5 sterren van mij. En hier hebben we gewoon een simpel worteltje. 3 sterren. Het is een sassy wortel. Hij kijkt een beetje naar de zijkant. Zo van, puh, ik heb een attitude. Kan niet anders dan dat ik er 5 sterren op stem. Oh my goodness. Hey, ik had verwacht dat ik helemaal niet in de top 3 zou zitten. Maar daar ben ik dan. Wow, ik heb 15 punten. En nummer 2 heeft 15 en nummer 1 heeft 15. Oh, dat betekent eigenlijk dat we gewoon een gedeelde eerste plek hebben. Het thema van deze ronde is kat. Deze kat krijgt een heel groot hoofd. En hij wordt een beetje oranjeachtig. Pootje erbij, ja. En de staart. Misschien moeten we kleine flapoortjes maken. Ik weet het. Het ziet er niet uit als een kat. Maar geloof me. Ik heb een visie. Dat heb ik vaker gezegd. Dat ging nooit goed. Ik maak eventjes een klein beetje schaduw op deze kat. Beetje schaduw hier. Beetje schaduw hier. Schaduw onder de flapoortjes ook. Zullen we grote kattenoogjes maken? Ja, want hij is echt super cute. Heel erg schattig mondje. Hier hebben we de oortjes. Dit zijn dus flapoortjes. Oh my goodness. Maar dit is zo cute. Als ik heel eerlijk ben, vind ik het ook wel een klein beetje dat het op een hondje lijkt. Ja, oké, whatever. En misschien maken we er nog een heel erg schattig klein balletje bij. Even duidelijk aangeven dat het een breiballetje is. Zo fluffy! Oh, deze is wel heel schattig. Het is een mega close-up van een kat. Ik vind het goed gedaan. Maar ik had liever iets meer gezien. En iets meer kleur. Dus 4 sterretjes. Deze is ook wel echt heel erg cute met dat hartje ook. Het is zo donker dat ik bijna de oogjes niet zie. Ik ga streng zijn hoor. Dit is echt de allermooiste tekening van een kat die ik ooit heb gezien. Het is geniaal, perfect en verdiend. Daar is de allerleukste kat die er bestaat. Deze kat vind ik echt heel erg leuk. Ik vind het, I like it. Het is minimalistisch. Het is een mooie blauwe achtergrond met een silhouet. En dan hebben we deze. Het lijkt een beetje alsof deze kat een baard heeft. 4 sterren. Want ik zie het talent. Ik zie de potentie. Oh, deze is ook heel erg schattig. Die andere met die blauwe achtergrond vond ik beter. Maar ik vind deze oogjes ook wel heel erg goed. Dus weet je, 4 sterretjes. Spannend. Er waren zoveel goede inzendingen. Oh, de allerlaatste heeft gewoon gewonnen. Oh, jongens, ik ben 3e. Dit spel is zo ontzettend leuk en verslavend om te spelen. Kijk nou eens eventjes naar deze super mooie tekeningen. Ik ben er heel erg trots op en ik vind het ook heel leuk. Maar tegelijkertijd oprecht echt lastig. Vind je het nou leuk om mijn video's te bekijken? Klik dan zeker eventjes hier. Want dit is een hele leuke video die ik je absoluut aanraad. En ik heb ook een vraag voor je. Namelijk, wat is jouw allergrootste talent? Ik ben er zo benieuwd naar. Laat het me weten in de reacties hier onder deze video. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei!